Yo kijkers, leuk dat jullie weer kijken. En dat is wel helemaal mooi, want ik laat mijn allereerste video zien met mijn tripod. En wat jullie zien, veel beter beeld of niet? Oh, heks. Dat is wel mooi voor het begin, hè, heks. Oh, YOLO. Nou, moeten we even wachten op... Wauw, deze gaat helemaal tekeer, jongen. Deze gaat echt helemaal tekeer. Ik vind het zo mooi om naar te kijken, hè, al die hackers. Jammer dat ik het zelf niet heb. Had ik al gezegd wat... En dan had ik gewoon bijna binnenpretjes omdat ik dit zie. Had ik al gezegd... Wat ik... Echt? Kom op. Nou, nog een keer. Heb ik al gezegd wat we vandaag gaan doen? Wij gaan vandaag online Mario Kart. Mario Kart 7. Nou, wij gaan online Mario Kart 7 doen vandaag. Tegen, zoals jullie zien, een hacker. Flip, krijg nou helemaal de kloten. Deze gebruiken allemaal hacks. Volgens mij dan. Oh nee, laat maar. Ik ga sowieso SNES Label 1 kiezen zo. De beste race om te hacken. SNES Rainbow Road. Ja, maar nou moeten we even wachten. Volgens mij zitten ze toch even op de groep. Zitten ze nou de hele tijd rondjes te draaien? What the fuck, jongen? Wow, alles lijkt versneld. Noep. Nou, gaan we beginnen. Tegen een hacker. Oh, dit gaat leuk worden, jongens. Dit gaat echt leuk worden. Zeg ik dat toch goed? Nou, is het nog maar 1 tegen 1. Ah, jongen, ik slijm echt heel erg. Oh, deze race hebben we net ook al gespeeld, maar dan zagen jullie het live. Oh, hopelijk is die hacker. Nee, dus. Het is die hacker niet. Jammer dan. Ja, Jezus. Je hebt de sterren op de eerste plaats, hè? Vuile valspeler. Mispoes.
Oh, die ging echt heel vlak langs me. Ja, eerste plaats, ja, voor de tweede dan. Heeft ook niet veel nut. Nou, we gaan ronde 3 Jezus. Oh jee, wat krijgen we nou? Een blauwe schild. Oh, alsjeblieft, zet hem niet in. Goed zo. Oh, fuck! Ah! Ik dacht dat hij die schild wel zo raken, maar... Och, ben ik nou zo'n boek? Oké, YOLO. Ik heb verloren van een tegenstander die minder punten heeft dan ik. Noob. Ja, inderdaad, gewoon noob. Zo. Oh, hopelijk zit die hacker er nu tussen. Ja, ik hou van mensen die hacken. Ik bedoel cheaten. Ja, ik heb het niet gezegd hoor. Ik hou van mensen die cheaten. Airship Fortress, oftewel vliegende vesting. Ook een leuk level. Race. God, zeg je het weer, hè? Nee, hier zit die hekken niet tussen. Ah, ik zit niet op te letten. Verdomd. Oh, YOLO. Wat? Zag ik dat nou goed? YOLO, pompie dan. Zo, trucje. Skills. Er zijn er 6 spelers nu, zie ik. Daar zou ik even niet op te letten. Hé, hey, 4e? 6e? Huh? Noob. Oh, dat ging nog net goed, jongen. Dat ging echt nog net goed. Kom dan. Ah, jongen. Oh, dan steek ik weer 4e. Ah, kukbol. Haha! Hey, YOLO! Oké, sorry, ik zit het even na te doen. Oh, Rex. Oh! Dacht ik even dat ik tweede was, maar nee, niet gelukt. Zo, wel 11 punten erbij. Lekker!
De race wordt voorbereid. Nou, helemaal goed dus. Ja, dit zijn dezelfde spelers als net. Maar ja, oké. Dezelfde spelers als net. Ik zeg het wel goed. Wat ik wel raar vind, ik heb... Hoe lang was het geleden dat ik mijn eerste Nintendo had? Het is net of het een dag geleden is. Het is al... Nou, bijna 4,5 jaar geleden. Ja. DK's piste. Oftewel Donkey Kong's pas. Hier, deze. Verbroken van 2-6 naar 2-5. Ja, dat was wel krap van mezelf. Vond ik. Die tripod heb, hè? Waar ik zo fucking lang op moet wachten, man. 14 december heb ik hem besteld. En het is nu 12 januari. Fuck. Hoe ver sta ik überhaupt nog voor? Oh, niet zo ver zie ik nu in één keer. Gaan we die power-up even gebruiken. Yahoo! Rex! Oh. Ja, eerste jongen. Eerste! Dat is ook voor het eerst in deze video. Dat ik gewoon eerste ben. Zo, 26 punten gewoon. Oh, misschien wat meer. Ik heb niet heel goed opgelet. Ik zat te kijken naar mijn camera, naar het onderste beeld. Maar volgens mij zag ik gewoon dat ik 26 punten had. Dat is echt super veel. Volgens mij was het ook een keer dat ik tegen allemaal spelers met hoge scores had gespeeld. Die hadden allemaal 70.000 ongeveer. En ik was eerste. Ik had 45 punten verdiend. 45. Nou, dat is natuurlijk superveel. Op mijn vorige video heb ik ook verbinding met internet gehad. Toen moest ik tegen een hacker. Ja, op de Wii kun je maximaal 199 punten krijgen. Maar, er was een hacker bij die had 99.000 punten. En daar was ik eerste van geworden. Moet je eens raden hoeveel punten ik dan had gekregen. Ja? Dus je weet het niet. 250 punten. 250 punten. Bowser City. Of Neo Bowser City. Hoe ik het ook ga noemen. Oh, dit is spiegelbeeld.
heb ik ook heel lang niet meer gedaan. Ik heb natuurlijk zo'n lage stem, dan kan ik dat niet zo hoog. Eindelijk. De race gaat van start. Ja, inderdaad. Ik heb al gezegd van, dat ik een gameplay zou maken, hè, van nieuw Super Mario Bros. Wii. Ik wou er even bij zeggen dat die gameplay uit 18 delen bestaat. Dus... En als ik dat klaar heb, dan ben ik nog niet klaar met de gameplay. Ik ga dan ook nog over naar Super Mario Galaxy 2. En met een beetje geluk zie je nog heel veel meer gameplays. Ja, dan moet ik wel eerst even kijken wat ik allemaal kan maken. Maar de gameplays van die Super Mario Bros. Wii, die worden steeds langer, omdat het... Hoe hoger wereld ik zit, hoe moeilijker het is om die sterrenbukken te vinden. Want het wordt trouwens 100% gameplay. Met alle sterrenbukken, alle levels verslagen. En dan laat ik je allemaal zien in die video. Wanneer ik de eerste deel ga maken is ook nog niet bekend. Het moet toch echt wel zijn wanneer ik... eigenlijk gewoon alleen thuis ben. Of als ik toestemming van mijn ouders heb gekregen. Als ik de video mag maken. Of ik de video kan maken, bedoel ik dan. Oh, daar is de eerste plaats. Zie ik nu. Solo. Nou, kom dan. Ja, je bent bang van mij, hè? Oh, dan stuur ik je dit wel even. Oh nee, hij heeft natuurlijk een blaadje. Nou, lekker dan. Heb ik dat item gebruikt voor niks. Doei! Ah, jongen. Nou, steek. Verdomd, net de eerste. Word ik bekogeld met een blauwe schild. En dan word ik ook nog bekogeld met een bom. Met een bob om. Er zijn 6 spelers en ik sta 5e, terwijl ik bij die bocht eerste stond. Ja, ik zal het slijm zo straks wel even afhalen. Jezus, is slijm echt verschrikkelijk. Oké, volgende. Hoe laat is het nu? Oh, dan zou ik om... Ja, deze klok staat nog een uur achter... Een uur voor, bedoel ik. Ik zal om... Hoe laat? Ja, ik stop wel gewoon neer. Als 25 minuten. 25 minuten kap ik ermee. Nee, ik zeg niet als die op 43 minuten staat, maar... Als... Ja, hij staat nu op 18 minuten. Dus als hij op 25 staat, dan kap ik hem mee. Ja, dat kunnen jullie zelf ook wel zien. Maar Dino Dino Jungle. Let's go! Dit is zo'n level met volgetraan met allemaal binnen doorwegen. Op het eind al. Aan het eind, wat het ook is een boeien. Ah, die jongen gaat gewoon door die blokken heen. Doe. Hey, mispoes. Oké, nou, hier waren dus die binnen doorwegen. En dan, hoppa. En dan ben je in één keer hier. Nou, dat zeg ik op het laatste echt heel vaak als ik bijna tegen de muur bots. Zeg ik, kut.
En dat zeg ik dan ook. Kut. Ja. Ik krijg al helemaal de kloten. Dat stukje ging niet helemaal best. Nou, dit stukje wel weer. Dan ga je hier die binnendoorweg weer doen. Nou, let's go. Ronde 3. Oké, ik kan hier wel mijn paddenstoel inzetten. De golden mushroom. Ja, jongen, die kerel blokkeert gewoon de weg. Oké, nog een golden mushroom. Woehoe! Oh, tweede. Derde. Goed dan. Nou, hierna nog één race en dan ben ik er klaar mee voor vandaag. Tenminste, als het een korte race is, dan zal ik er nog 2 doen. Sorry dat mijn handen een beetje voor zitten, want ik moet natuurlijk mijn Nintendo besturen met A om te racen, hè? Ja, dat wou ik nog even zeggen. Als het te lang is, dan is dit de laatste race. Als de race langer is dan 2 minuten, zo ongeveer. Welke wordt het? Ik zal eens een gokje doen. Ik zal die kiezen van... Ze moeten allemaal stemmen, hè? Oh. Bowser's Kasteel, Kokosnootplaza, Regenboogbaan, Super Nintendo. Nou, goed dan. Wat zullen we doen? SNES Regenboogbaan. Wow, ik word gelijk helemaal bekomen met met allemaal vuur, bananen, zelfs nog. Dat na te doen. Klote zooi. Word ik weer bekogeld met een vuur, een bliksem, hè? Ja. Oh, derde. Vierde. Van de 7. Vijfde, zesde. Vijfde. Vierde. Oh, ik ga een comeback maken, jongens. Hahaha. Derde. Zo, 30.756 punten heb ik nu gewoon, hè? Zo, wat? Dat heb ik... Dat heb ik ook nog niet heel vaak gezien, dat een vrouw gewoon eerste is. Nou, dit is dan echt gewoon de allerlaatste race. Ik heb al gezegd, 25 minuten zal niet stoppen. Nou, we maken er gewoon 27 van. Misschien zelfs nog wel meer. 28.
Duurt wel lang, hè? Of niet? Bowser's kasteel. En dat is dan echt de laatste. Begrijp je me? Ja, vast wel. Fuck you. Fuck you. Ja. Boep. Waarschijnlijk ben ik gewoon zelf een boep. Ja. Ja, nou heb ik echt niet echt zo heel veel meer te zeggen, dus... Ja, ik heb al gezegd, dit is de laatste race die ik vandaag laat zien. Doei! Hier word ik echt de eerste. Niks te Mario. YOLO. Nou ja, niet zoveel punten. Oké, stoppen. Ja. Dat was het dan weer. Ietsje langer deze video. Dan de vorige keer Mario Kart 7 online. Maar dat hoort er ook wel bij, hè. Als je beeld beter is dan de vorige keer. Ja. Ik ga stoppen, jongens. En voor de... Ja, tot de volgende keer, hè. Misschien is dat mijn... nieuw Super Mario Bros. Wii gameplay. Wie weet. Ik zie je dan later...